Momenteel verricht de Surinaamse waterleidingmaatschappij noodzakelijke werkzaamheden aan het distributienet in en rondom het uitgangscentrum Paramaribo. RVO Derby hoofd distributie Noord hierover. Vanaf afgelopen maandag, dus eergisteren, zijn we gestart met de werkzaamheden met als doel het verbeteren van de waterlevering in het noorden. De eerste fase was het vervangen van de leiding van de Antendrachtenweg. En we zijn, als ik me niet vergis, de laatste dag juli zijn we gestart met de tweede fase. Waarbij we voor Torarica tegenover de locatie waar we staan hebben ook een exercitie gepleegd. Waarbij nu we het tweede gedeelte zijn van de tweede fase. Waarbij we leidingen verplaatsen en appendages gaan vervangen. De appendages zijn niets anders dan T-stukken, afsluiters, aansluitbeugels en dat soort zaken. Dus dingen die zaken zijn verouderd, bepaalde fasen zijn vernauwd. En natuurlijk, die afsluiters hebben we nodig om met water te sturen hoe wij willen en hoe het gestuurd moet worden. Dus vandaar dat wij nu alles aan doen om deze appendages zo gauw als mogelijk te vervangen. Op de hoek van de Cornelis Jongbouwstraat, bij Rietbergplein, zijn de appendages onder asfalt. Dus ook daar gaan we werken. Die appendages hebben we nodig om met water te sturen. Dus we gaan de buis in de berm plaatsen en die appendages in de berm plaatsen. Zodat we makkelijker bij die appendages kunnen komen. Voor het sturen en natuurlijk ook voor onderhoud. We zijn gestart in het eerste kwartaal van het jaar. Zo hebben we gestart met de Antendrachtenweg. Zoals ik eerder zei, eind juli zijn we gestart met de tweede fase. Voor nu is het gepland tot en met 28 augustus. Dus nu doen we de voorbereidingen. Het grote werk, om het zo te zeggen, is 28 augustus, want die dag gaan we dan de koppelingen maken. Het gaat om 6 knooppunten waar we gaan moeten werken, simultaan. Waarbij we de leiding dan gaan uit bedrijf zullen halen, of tijdelijk. We gaan wel in de avonduren werken. We gaan die leiding dan uit bedrijf halen waarbij de klanten zeg maar lage druk zullen hebben tot geen water op aangegeven tijdstip. Waarmee we echt rekening moeten houden is natuurlijk het verkeer. We hebben geprobeerd om het alles zodanig te plannen dat het toch wel in de vakantie is gevallen. Dus we waren even wachtende op het begin van de vakantie zodat we dit konden doen. Natuurlijk gaat het om 6 knooppunten, 6 belangrijke kruisingen die toch wel voor een stagnatie kunnen zorgen in het verkeer. Dus vandaar dat wij het nu pas doen om het toe te zeggen. We moeten gewoon rekening houden met al deze zaken. Want de SWM moet haar werk doen, maar bij het uitoefenen van ons werk willen we natuurlijk de gemeenschap ook niet duperen. Stapt u? Dus we moeten natuurlijk een goede planning hebben gemaakt hiervoor en dat is ook gebeurd. U heeft geen last gehad van de regens? De regens wat minder. Wat minder natuurlijk in deze tijd kan je het ook niet voorspellen. Maar natuurlijk, als we werken, hopen we altijd dat het niet regent. Maar dat is natuurlijk een van die factoren die we niet in de hand hebben. En dat voor een vertraging zou kunnen zorgen natuurlijk. Maar natuurlijk hopen we natuurlijk dat die niet komt. Maar over het algemeen loopt die wel goed? Over het algemeen loopt die wel goed. Het heeft tot nu toe het heeft gisteren geregend, maar we waren al aan het afronden voor de dag. Dus we zijn redelijk op peil. Ik moet ook aangeven dat de SWM dagelijks bezig is. Natuurlijk, we moeten dagelijks bezig zijn. Als mens, elke dag dat je opstaat, wil je een beter mens zijn. Precies zo, alle die de SWM ook roken, willen we iets beters bereiken. Dus die drukken zijn er. Ze zijn niet slecht, maar de SWM is nog niet tevreden. Met deze exercitie willen we het verbeteren. Precies zo, volgend jaar willen we het nog beter hebben. En zo gaan we continu voor verbetering. Dus de mensen gaan de SWM de komende tijd vele plekken zien werken. En dat is alleen maar voor het verbeteren van onze dienstverlening naar de klanten toe. Verbeteren van de waterlevering. Zijn we genoodzaakt al deze acties hier zo te doen. Ik moet ook aangeven dat het ook niet onbekend is bij de samenleving. Dat de SWM bezig is met het afbakenen van gebieden. Het is vaker over gesproken en dat houdt niets anders in dat één specifiek pompstation een bepaalde voorzieningsgebied water zal geven. Gebied Tourtonne is al helemaal afgesloten. Je kunt daar vragen aan de klanten. De manaf gebruik je ervoor, Moro. Heer D. uit de douche. Ook zo gebied
Republiek is ook al afgerond. Gebied La Vigilancia is ook al afgerond. En nu zijn we bezig met Blauwgrond en Flora. Blauwgrond is zo goed op afgesloten te worden. Maar ook die zaken waarmee we nu bezig zijn, hebben meer te maken met het gebied buiten Blauwgrond. Want we kunnen Blauwgrond niet vandaag afsluiten. Dan heeft Blauwgrond dan een geweldige druk, heel veel water. En het gebied buiten Blauwgrond is nog niet wat het wezen moet. Dus het gaat hand in hand, het gaat samen. Dus we zijn genoodzaakt om eerst ook buiten Blauwgrond in orde te maken. En dan pas gaan we dan afsluiten. Maar Blauwgrond is dan ready om afgesloten te worden.